Poetin houdt nu nog vast aan, aan zijn strategische doelen. Uh, en dat betekent dat hij nog steeds probeert om Kiev te krijgen. Uh, de zuidrand langs de, langs de hele kust eigenlijk. Zo mogelijk doorlopen naar Transnistrië. Um, hij zal ongetwijfeld proberen om toch nog een keer... het oosten van Oekraïne in bezit te krijgen. Maar dat zal heel erg moeilijk worden voor hem. En hij heeft uiteindelijk iets nodig wat hij thuis... Als succes en winst kan neerzetten. Voordat waardoor hij uiteindelijk overeind kan blijven daar. Oh ja. uh, en, en daar heeft hij in ieder geval Mariupol voor nodig. Uh, en dan zie je dus nu ook dat hij daar dus. Uh, ja, uh, hij laat eigenlijk geen humanitaire uh, goederen toe, dus corridors niet. Hij laat nog wel burgers gaan af en toe. Uh, en hij gebruikt steeds grovere middelen om die stad in te nemen.